De Mier en de Springhaan. In een veld op een zomerse dag was de springhaan aan het springen, aan het chilpen en uit volle borst aan het zingen. Een mier kwam voorbij, bezig met zware arbeid van het dragen van korenaren die hij naar het nest wilde gaan brengen. Waarom kom je niet en maak je een praatje met me? vroeg de springhaan, in plaats van hard te werken en te zeulen op die manier. Ik help om voedsel voor de winter neer te leggen, beantwoordde de mier. En adviseer je om hetzelfde te doen. Waarom je zorgen maken over de winter, zei de springhaan. Wij hebben momenteel een overvloed aan voedsel, maar de mier ging door met zijn zware arbeid. Toen de winter kwam had de springhaan geen voedsel en stierf van de honger, terwijl de mieren elke dag hun graankorrels verdeelden van de opslag die zij in de zomer hadden verzameld. Toen wist de springhaan: het is het beste om voor de noodzakelijke dagen voorbereidingen te treffen. Einde.